Waarmee kan ik u helpen? Hallo. Goedemiddag. Of is het avond? Het voelt als avond. Maar het is middag, meneer. Middag, juist, ja. Ik dacht al zoiets. Middag, ja, middag. U wilt iets zeggen? Ik luister. Ja, ik denk... Ik heb gezondigd. Juist, gezondigd. Ja, hij ergerde me altijd al. Jezus, wat ergerde die jongen mij. Met zijn uitgestreken smoel. Zijn ja en amen. Ja, papa. Goed, papa. Natuurlijk, papa. Uw zoon, begrijp ik? Dat zeggen ze, ja. Dus het zal wel. Ga verder, meneer. Ja, verder. Maar waar te beginnen? Dat is geheel aan u, meneer. Nou, het is niet dat hij iets verkeerds deed. Integendeel, nooit deed hij iets verkeerds. Gek werd ik ervan. Een jongen die al met twee woorden sprak voordat hij kon praten. Wat ik deed, deed hij ook. Wat ik vond, vond hij ook. Wat ik zei, zei hij ook. Als hij een hond was geweest, had hij de hele dag lopen te kwispelen. En toen hij ouder werd, ging hij in de zaak. Terwijl ik hem dat niet had gevraagd. We doen in vis, weet u. Groothandel in vis. Heel internationaal. Ga verder, meneer. Ja, al jaren zei ik tegen hem dat hij op zichzelf moest gaan wonen. Maar ik zal hem van me af moeten schoppen. Zelf gaat hij niet. Terwijl de jongste heel ander verhaal. Ik er zelf doen, van kinds af aan. En het is verschrikkelijk uit de hand gelopen. Toen hij wegliep van de kleuterschool, omdat hij wel wat beters te doen had, was dat nog wel grappig. Maar hij is blijven weglopen, geen houden aan. En helemaal niet grappig meer. Het is, misschien was het, ja, hoe zal ik het zeggen? Vat dat allemaal maar een beetje samen, meneer. Ja, samenvatten, ja. Hij had al 100 keer dood kunnen zijn. Jarenlang heb ik gewacht op het fatale bericht. 'S Nachts sliep ik niet. Waar was hij? Wat spookte hij uit? En overdag handelde ik als een kip zonder kop in vis. Nou ja, eigenlijk deed de oudste dat namens mij. Ik zat erbij en ik ergerde mij. Tot de bom barstte. En daarom zit ik nu hier. Vreemd. Verdomd vreemd. Iets heeft u hierheen gebracht, meneer. Ja, hij stal geld van mij en van zijn broer. Hij pikte mijn auto en veroorzaakte een ongeluk. Ik bezorgde hem een baantje bij een vriend van me. Maar na 3 dagen kwam hij al niet meer opdagen. En toch, hij was mijn oogappel. Mijn alles, mijn vreugde. Hij hoefde zijn mond maar open te doen... of ik was verloren. Kan hij weer thuis wonen? Ging een opleiding doen? Alles zou veranderen. En dan begon alles weer van voor af aan. Maar meneer, voor wie zit u hier nu eigenlijk? Als uw zoon wil biechten, dan moet hij gewoon zelf komen. Vorige maand kreeg ik opeens bericht. Na 1/2 jaar stilte. Of ik hem kon komen ophalen. Ik weet niet wat hij allemaal gedaan heeft,
maar er is wel iets gebeurd. Hij was geknakt en hij is weer opgestaan. Hij is terug. Maar zijn oudere broer wil hem er niet meer bij hebben. Hij voelt zich verwaarloosd, zei hij. En toen ben ik kwaad geworden. Ik heb gezegd dat het een saaie bleekneus was. Een kleurloze sukkel. Dat hij eerder in opstand had moeten komen als hij dat wilde. Als hij daar het karakter voor had gehad. Als hij überhaupt karakter had gehad. Wat hebt u gezegd? Ja. En sindsdien zwijgt hij. Eet of drinkt nauwelijks. Het lijkt alsof hij letterlijk wil verdwijnen. En het vreet aan me, vader. Ik ga eraan kapot. En ik weet niet waar ik vergeving moet halen, behalve bij u. Dus als ik het goed heb begrepen, dan bent u uitgevaren tegen een onkreukbare ziel. Tegen die jongen die naar u opkeek. Die zich voor u uitsloofde. En nu eet en drinkt hij nauwelijks meer. Hij lijkt zelfs helemaal te willen verdwijnen. Ik kan u geen vergeving schenken. Geen vergeving schenken? Hoezo? Wat is dat nou? Oplichterij. U belooft vergeving. Daar zit garantie op. Dus wil ik vergeving. Oké, best. Wat jij wilt. Wil je vergeving? Dan krijg je vergeving. Ego, te, absolvo. Nee, zo werkt het niet. Dat is niet echt. Zo doen we het anders al eeuwen. Oké, goed. Waarom deed je wat je deed? Ja, God mag het weten. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Willekeur dus? De ene zaadcel mag zich ten eeuwige dagen misdragen en de andere, die dat niet doet, daarvan mag je zijn gedrag vanzelfsprekend vinden. Sterker nog, kleurloos mag je dat noemen. Kleurrijk is degene die liegt en bedriegt. En die is de vreugde van jouw leven. Wees niet zo hard voor me, vader. Hard? Je wilt toch echte vergeving? Dan zul je ook wat moeten lijden. Ik zal jou iets vertellen. Het enige argument voor het celibaat is dat er dan minder vaders zijn van het formaat van jou. Vaders die hun kinderen, hun goede zonen, kleurloos noemen. Vader zoals de mijne was. Een vader die ik was geweest. Met zijn voorbeeld. Pardon? Ik dacht dat dit mijn biecht was. Alles wat ik deed, dat deed ik voor hem. Tot aan het fucking klein seminarie toe. Dat hij maar van mij zou houden. Vergeefs. Allemaal vergeefs. En daarom kan ik je niet vergeven. Ja. En ik vergeef jou dat. Ga dan heen. En zondig niet meer. Ga dan heen en zondigt. Niet meer. Ga dan heen en zondigt niet. Meer. Lost, but now.
Thus far.